We weten het allemaal. Veilig werken is ontzettend belangrijk. Toch hebben we in de bouw- en infrasector nog steeds te maken met ongevallen. Als je wilt dat zowel werkgevers als werknemers veiligheid hoog op de prioriteitenlijst hebben staan, dan begin je met bewustzijn. Dat hebben ze bij Salvarda Bouw goed begrepen, want zij organiseren tweejaarlijks de veiligheidsdagen. Dat doen we al een aantal jaren. Ik denk dat we het al een keer of 5, 6 georganiseerd hebben. Dat doen we omdat we een aantal onderwerpen toch dieper willen uitlichten, toelichten. Dat doen we dan in een veiligheidsdag, materieeldag. Nou, je wordt je meer bewust dat het best gevaarlijk is. Zie je een stukje asbest zelfs in de hoek liggen, is niet zo erg. Als je meer gaat werken, is het wel erg. We willen het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers vergroten. We willen natuurlijk als bedrijf dat er veilig gewerkt wordt. Maar de medewerkers moeten zelf ook willen dat ze s'avonds veilig thuiskomen en gezond hun pensioengerechtigde leeftijd kunnen bereiken. We worden allemaal weer even scherp gezet. En dat zo'n bedrijf als Salvarda, dat ze dat voor ons doen, is wel belangrijk. We de toekomst moeten ook naar kijken. Ja, de enige tip die ik eigenlijk kan geven aan werkgevers en werknemers is: ga met elkaar in gesprek. En vertel elkaar over de gevaren en over de praktische dingen waar je tegenaan loopt. Dan maak je samen de bouw veiliger. Als werkgever kun je dus actief bijdragen aan de veiligheid van jouw werknemers. Hoe zorg jij dat je het thema veiligheid structureel op de agenda zet?